We gaan het hebben over roken. Jij bent een verstokt roker. Ja. Ja, dat kan je niet ontkennen. Nee, Alberto, ben je ook een roker eigenlijk? Nee, ik niet meer. Pauline Dekker? Ook niet meer. Longarts, wel gerookt, hè? Ja. Veel? Pakje per dag. Pakje per dag, hoe lang? Achter elkaar? 15 jaar. Ja. Ga je daar nog last van krijgen later? Of is dat op een gegeven moment weg, die 15 jaar? Dat wil hij graag weten. Ja, dat wil hij graag weten. Nee, ik denk dat ik nu lang genoeg... Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden. Ja. Ik denk dat de ergste risico's wel weg zijn. Zeker hartvatenrisico's zijn weg. Ja, maar de longrisico's die kunnen nog altijd... Kans op longkanker neemt maar heel langzaam af. Hè. Dat, ja. Ja, maar er zijn veel meer ziektes die door het roken veroorzaakt worden. Johan Derksen, hoe lang rook je al? 40 jaar. 40 jaar. Sigaren, hè? Alleen maar sigaartjes. Ik heb nooit sigaretten gerookt. Dat vind ik zo ongezond. Ja, maar sigaren, rook je die over je longen? Nee, die rook je niet over je longen. Die rook je voor je smaak. En, zit in je mond. Ik maak mezelf altijd wijs dat het ook niet zo gevaarlijk is als sigaretten. Ja. Is dat overigens zo, dokter? Nee. De mensen inhaleren het minder diep. Maar daardoor worden kankerverwekkende stoffen komen meer in de mondkeelholte. Dus dan zie je meer mondkeelkanker dan de... longkankers. Ja, maar kijk, deze discussie die ging hier vanavond toe, die kan niet winnen. Nee. Want medisch heeft die mevrouw natuurlijk alle gelijk van de wereld. Ja. Maar ik eet geen junkfood, ik ben niet aan de drugs, ik ben geheelonthouder, ik rook een sigaartje. Mm-hmm. En ik storm een beetje aan u, want u komt doorlopend in de publiciteit als een soort diva in een prachtige paarse jurk. En ik verdenk u zelfs van een beetje publiciteitsgeilheid. Mm-hmm. Want het verhaal waarmee u komt is het stokoude verhaal wat iedere huisarts ook tegen me zegt. Mm-hmm. En wij rokers zijn niet simpel. Mm-hmm. Wij weten heus wel dat het ongezond is. Maar het sigaartje geef ik niet op. Nee, ik heb het ook niet tegen u. Nou, u heeft het in het algemeen, maar u vertelt uw verhaal wel erg veel in de media, vind ik. Klopt, ja. In dit geval overigens ook omdat we haar hebben uitgenodigd, hoor, Johan. Dat je niet denkt dat ze voor de deur lag te wachten. Ik ben hier ook nooit gekomen als ik niet uitgenodigd ben. Nee, precies, dat is duidelijk. Ja. Waar het nu even over gaat, is dat er een oproep is om te zeggen... rook niet meer op het werk. Ja. Nou, daar zijn natuurlijk wel een paar cijfers voor die u paraat heeft, denk ik... om een beetje aan te geven wat dat eigenlijk doet. Want één wil ik er vast noemen. 1 op de 4 rokers haalt sowieso zijn pensioen niet. Ja. U zegt, rokers weten wel wat het allemaal doet. Ik weet dat iedereen op de pakjes kan zien dat je kans hebt op enge ziektes. Laat ik het maar even zo samenvatten. Maar hoe groot die kans is... Dat weten Nederlanders in ieder geval niet, want Nederland bungelt helemaal onderaan qua kennis over roken. Dat je bijvoorbeeld longkanker kan krijgen, dat weet iedereen wel. Maar dat er bijvoorbeeld ook de helft van de blaaskankers door het roken komt. Dat wat jij zei, dat de helft van de rokers sterft door het roken, een deel op tijd. Als je 80 bent en de kleinkinderen zijn groot, je moet toch ergens dood aan gaan. Maar... 1 op 4 haalt zijn pensioen niet. En soms, sommige mensen zijn dan 64, is ook best oud. Maar sommigen zijn 40 met achterlaten van kleine kinderen. Die komen niet op straat. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Dus wat jullie allemaal zien, dat zijn de nog gezonde rokers. En dat kan er misschien wel gezellig of leuk eruit zien. Maar wat ik in het ziekenhuis zie, dat nee, is maar niet ik gezellig begrijp best dat u in uw vakgebied met al die ellende geconfronteerd wordt iedere dag. Maar... Ik vind het een beetje een hetze worden tegen rokers. Kijk, ik zie ook wel eens rapporten dat langs snelwegen zijn complete woonwijken... dat buitenspelende kinderen dan een pakje zware check in de week oproken... eigenlijk aan uitlaatgassen. Ja. Hè? Er zijn wel meer vervuilers dan de roker. En ik realiseer me waar ik mee bezig ben. En ik neem als volwassen man neem ik dat risico dat ik denk van ik kan alles wel opgeven... maar mijn sigaartje, dat wil ik roken. Ja. Nee, maar ik heb het ook niet tegen u. Als er mensen zijn die per se nee, maar als ik de krant opensla, dan heeft u het steeds tegen mij, want ik ben abonnee. Roken is de grootste ziekmaker voor de werknemers. Ja. Nog één die je tot de verbinding... Jij bent werkgever nu, geloof ik. Nee, nou, ik was hoofdredacteur van Voetbal International altijd. En, maar werd er gerookt op de redactie? Jazeker. Wij hebben dat heel volwassen opgelost. Dat rookverbod kwam. Dat heb ik per afdeling gezegd. Jongens, jullie zijn volwassen mensen. Bepaal het zelf per afdeling. Zitten er niet-rokers en die zijn er tegen... wordt er op die afdeling niet gerookt. En die mensen die kwamen altijd bij de hoofdredacteur... met de poten op de vergadertafel liggen om daar hun checkie te draaien. Dan hoorde je nog eens wat. Dat was
best goed voor mij. Maar ik wilde niet die hele meute op de stoep buiten hebben staan. Weet je dat als cijfer, dat het gemiddeld totaal van de rookpauzes is 3 weken arbeidstijd per jaar? Ja, maar dat hadden we bij ons dus ook niet, hè? Nee. Jan, jij rookt ook. Gewoon op het werk. Gewoon binnen. Ja, gewoon binnen, ja. Wij hebben rookcabines. En ja, goed, ik rook ook wel eens op mijn kamer. Maar ja, er wordt in de media sowieso wel meer gerookt, vind ik, dan elders. Tenminste, bij ons op kantoor heb ik toch wel aardig wat mensen die ik af en toe in dat rookhok zie zitten. Ja, dat kost 10 minuten. En ja, ik heb nog niet zoiets van, die mensen moeten die tijd inhalen op de een of andere manier. De ander drinkt misschien wat meer koffie of weet je wel. Ja. Dus ja, er wordt bij ons gerookt. En ik weet, ik ben verslaafd. Dat geef ik gewoon toe. En ik ben een keer 6 weken gestopt. En toen zeiden mensen tegen mij, alsjeblieft Jan, ga weer roken. Want ik werd er niet gezelliger op. Dus ja. Kende die? Dat is natuurlijk heel veel. Ik werd heel geïrriteerd. Nou, zijn er bijvoorbeeld hele afschrikwekkende sportjes? Althans, ik weet niet of ze. Zijn de sportjes in zijn algemeenheid die nu gebruikt worden? In Nederland niet. Kijk even naar één sportje en dan vraag ik of dat nou zin heeft. Dit sportje, deze mevrouw uit Engeland komt dit sportje. I'm Mary. And I used to be a smoker. I want to give you some tips about getting ready in the morning. Most you think. Then your head will divide. And now you're ready for the night. Ja. Wat? Het is een dame die een tracheostoma heeft. Hè? Dat is vaak naar aanleiding van keelkanker. Heeft dit zin? Ik weet het niet. Ik denk dat het vooral veel meer zin heeft om mensen duidelijk te maken hoe groot die kans nou is dat ze daadwerkelijk komen te overlijden door of ziek worden. Door, stel dat je 40 jaar lang sigaren rookt. Ik noem maar gewoon een willekeurig voorbeeld. Ja, over wie hebben we het? Ja. Hoe groot is dan de kans dat je daar ziek van wordt? Het hangt er vanaf of wel elke ziekte kent zijn eigen risico. U zegt, ik wil het graag duidelijk maken aan mensen. Nou, je kan het alleen maar zeggen over de grote groep. Ja. Dat is duidelijk. De helft van de rokers sterft door het roken. Een kwart voor zijn pensioen. 100 kinderen beginnen per dag met roken? Ja. 100 kinderen? 100 kinderen steken een eerste sigaret op. En een deel daarvan blijft verslaafd, zo rond de 80. Blijven verslaafd. Ja. En we weten dus dat de helft zal komen te overlijden. Zou jij het kinderen aanmoedigen, roken? Nee, natuurlijk niet. Er is geen enkele ouder die tegen zijn kinderen zegt, jij mag roken. Ik heb 3 kinderen en 1 rookt er en 2 niet. En daar ben ik wel blij mee dat die 2 er nooit aan begonnen zijn. Ja. En als u het zelf zo lekker vindt, hè? Want dat zei u toch? Ik vind het heerlijk, ik wil gewoon mijn sigaartje. Waarom zegt u dan dat u niet wil dat uw kinderen gaan roken? Nou, omdat ik best besef dat het ongezond is. Maar ik geef het niet op, ondanks uw alarm doorlopend. Ja. Ik geef het niet op. En natuurlijk is zo'n tv-spot is hartstikke intimiderend. Ja. Dat denk je echt wel bij na. Ja. Maar ik ben 66 en ik zat in een vak dat je dus columns moest schrijven. En als ik dan niet zo'n sigaar in mijn bek had hangen, kwam er geen goede column uit. Ja. Want in het vak van de journalistiek zat iedereen met een sigaar of een sigaret in zijn mond tikken. Daarom heb ik ook al die jongens bij Voetbal International gezegd, jongens, als jullie een stuk schrijven en je wil roken, dan hebben we een aparte ruimte en dan kun je daar schrijven. Dus u zegt van, nou, als je echt goed wil schrijven, dan moet je roken? Als je daar zo mee opgevoed bent en voordat u er was, voordat u zich ging profileren, hadden wij die waarschuwingen niet zo. Nu ook niet, hoor. Nou, is die voor u kijkt me vaak heel streng aan vanuit de pagina. Ja. Nou, ik zal voorstaan. Pas op. Kijk eens wat ik ben bijna een kennis van me. Ja. Zover ken ik u al. Luister dan eens even. Kijk naar die andere kennis van jou. Heb je ook niet geluisterd? Soc Johan Cruyff. A la meva vida he tingut 2 grans vicis. Fumar i jugar al futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar quasi me la treu. Dat is echt wel een oud sportje, hè? Het is een oud sportje, maar kijk, Johan was ook een kettingroker. Want als je in Spanje kwam, het eerste wat hij riep, heb je nog sigaretten in het vliegtuig gekocht. Ja. En
ja, als je dan ziek wordt, hij kreeg last van zijn hart toen. Mm-hmm. En dat is dan wel een reden voor heel veel mensen om te zeggen, ja, nu kap ik ermee. Ja. Misschien als mij zoiets overkomt, dat je dan ook je consequenties trekt. Ja. Maar vooralsnog heb ik heel veel opgegeven in het leven, maar het roken niet. Ja. Kun je nou zeggen dat die gedragsverandering die u wenselijk vindt, vanwege mm-hmm. de feiten die u dan af en toe presenteert, dat nou werkelijk ook gebeurt? Of blijven ongeveer nu, is het nu een beetje gestabiliseerd en blijven ongeveer hetzelfde aantal mensen roken? Het is heel langzaam aan het dalen. En het hele trieste is dat vooral kinderen weer beginnen. Ja. Kijk, want de tabaksindustrie noemt dat de replacement smokers. Hè, de vervangrokers die de dode rokers moeten vervangen. Ja. Om de omzet stabiel te houden. En het trieste is dat nog steeds gewoon toeneemt. En de overheid? Want de overheid die incasseert volgens mij iets van 2 miljard per jaar aan accijnzen. Ja. Overheid incasseert zeker, maar er zijn oude rapporten van in opdracht van de tabaksindustrie gemaakt ooit. In Tsjechië uitgevoerd met als uitkomst een dode roker is goedkoper, want geen pensioenen. We hebben een nieuw rapport laten maken, daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Daar gaan we mee naar buiten komen, maar dat is zeker niet de uitkomst. Nee, want voordat die dode roker dood is, is hij eerst heel lang ziek en dan kost hij veel meer. Ja. Dat is toch eigenlijk de uitkomst. En dat oude rapport van KPMG. Maar vindt u dat de overheid er genoeg tegen doet? Nee, absoluut niet. Nee, sterker nog, de overheid, zeker toen minister Schippers aantrad, het eerste wat ze deed was het terugdraaien van het horecarookverbod. Ze hief Stivoro op. Is dat een lobby? Er zijn geen campagnes. Dat is absoluut tabakslobby. Ja, dat is de tabakslobby. Ja, haar vriendjes van VNO en CW. Aan de andere kant vind ik dat clean air, dat vind ik een soort maniacale secte. Mm. Dat je niet meer in de tuin mag roken. Ja. En het balkon. En op het balkon mm-hmm. mag roken. Ja. En mm-hmm. natuurlijk wordt er minder gerookt, want je mag haast nergens meer roken. En mm-hmm. ik houd me als normaal fatsoenlijke Nederlander altijd aan de huisregels. Mm-hmm. Dus je rookt in verhouding veel minder mm-hmm. door alle plichtplegingen die je hebt. Ja. 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 Nou ja, het balkon en ja, goed, ach, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Dat lijkt me ook niet dat we het daarover moeten hebben nu. En daar is al helemaal geen draagvlak voor als mensen niet weten wat het allemaal doet. Als je straks niet meer op een terras mag roken. Hè? Bedoel, laatst zat ik op een terras, er stond veel wind en dan zit een mevrouw daar ongeveer. En als ik een sigaret opsteek, begint zij daar te kuchen. Ja, dat is soms ook wel een terwijl beetje. Terwijl al die auto's gewoon langs rijden, bedoel je? Bijvoorbeeld, ja. Hebt u er problemen mee als er een verstokte roker bij u komt die ernstig ziek is om zo iemand te helpen? We hebben natuurlijk continu alleen maar verstokte rokers die ernstig ziek zijn. En natuurlijk helpen we die mensen met nicotinepleisters of nicotinezuigtabletten om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. Stel dat Jo en ik zouden willen stoppen. Wat is uw advies? Want ik rook ook al 40 jaar en ik ben verstokte roker. En ik ben verslaafd, dat mm-hmm. geef ik heel eerlijk toe. En ik heb het wel eens gepoogd, en ik weet dat het slecht is. Mm. Jij bent de Wim Kieft van Omroep Max, hè? Ja. Ik zou eerst met u een gesprek aangaan om te kijken waarom u eigenlijk rookt. Ja. Ik ben verslaafd. Wat zijn de redenen om het wel te doen? Zullen we dat gesprek even bijstaan? Dat gaan we dan straks doen. Ja? En als het gelukt is, Jan, dan kom je hier terug. Ja, is goed. Als je bijvoorbeeld langer dan 6 maanden niet rookt, hè? Want 6 maanden heb je al een keer gehad, begrijp ik nu. Ja.